Deze film wordt je beste investering ooit. Het maakt je gegarandeerd rijk. Jij bent zometeen 100.000 euro rijker, dus zorg ervoor dat je een doel hebt. Hoi. Goedendag, Kranenberg. Hallo. Kijk. Eerst in Nederland? Ja. Hij is een paar maanden oud. Volgens mij staat hij 6 kilometer op de teller. Als je over 2 weken bent, 92.000. Contant. Top. Om je geld compenseerbaar te innen, heb je money mules nodig, oftewel geldraising. Ik heb een hele bij de hand vraag voor je. Heb je zo'n geld verdiend? Ja hoor. Ja, wil je een pinpas kopen voor jou? Oh nee, dat gaat hem niet worden. Ja, wat heb je op je rekening staan? 20. 20? Geef ik jou 250 euro voor je pas en je pincode. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je hem? Zet die in je zak. Zie. Voor de tafel. Zet hier voor pincode op. Is 200 euro. Oké, nu gaat het allerleukste werken vinden en dat is het vullen van deze rekening. Ik heb er 1000 tegelijk op gekocht. Dat zijn dus PC's waarvan we vanaf hier heel makkelijk in kunnen. Hier op Facebook, handig. Teddy Jansen. Ja, goedemiddag meneer. U spreekt met Hendrik Keizer van de Rabobank. Ja. Meneer, we hebben de laatste paar dagen een kleine storing ontvangen in ons systeem. Ik weet niet of u daar wat over heeft gehoord. Ja. Heeft u heel toevallig een calculator bij de hand? Als u voor mij eventjes dan wil inloggen. Ja. Goed, dus verschijnt er nu een code bij u in beeld. Is dit 87920966? Nee. Oh, dat klopt niet. Maar wat voor code heeft u wel staan? Wat staat daar? 65239494. Dan ga ik dat eventjes invoeren en snel voor u resetten. Dan kunt u nog een code meteen achteraan doen. En dan zijn we al bijna klaar. Dat is 1500. Ja, heel goed. Hartstikke bedankt voor uw tijd. Bent u mevrouw Gils, hè? Ja, dat ik. Ik spreek met Mark Bruin van de ING. Ik heb er van een calculator bij de hand. Als het goed is, heeft u nu een berichtje binnengekregen van mij? 3-9. Ja. 6-4-3. 4-2-5. 4-2-5. Mag ik nu nog wat even? Oké. Ja, dat is gebeurd. Met harde werk is het altijd goed om even goed je rust te pakken. Wat hebben we nodig? Portable router. Daarmee maak je de gratis wifi aan. Geef je een betrouwbare naam. Je café Kap. Mensen gaan dan denken, hé, dat is betrouwbaar, dat is gratis. En die gaan er direct op. Alsjeblieft. Met Wireshark zie je weer inlogt en dan kun je Sniff over aanvallen. Hoppa! La, laptop van Marlies. Kijk hier. Daar zit ze. Blom. Hallo Marlies. Wacht. Oh, hij lijkt. Ik heb hier de code van de creditcard. En de creditcard ligt daar op tafel. Oh wauw. What you reap is what you sow! Oké, we hebben nu 15.000 euro, we gaan die geld verdienen, we gaan er Oekraïne. Oh nee, hoi. Wat? De Ukrainiërs? Yep. Dat is heel makkelijk. We hebben een vliegveldje, en de andere ook een klein vliegveldje, dus die is moeilijk met het paspoort en de wagen. Meneer Plop, gaat die staan? Excellent. Oh, dat zijn we. Right there. Right to the camera. So how much do I get for 15,000? Only cash. Only cash, yeah. Let's say we give you 1,000 call. And how many people will there be calling? Enough. Can I see the call center before we start? Okay. Get in. Yes. Okay.
You are from Poland, yes. Come. Завтра вы будете звонить мне. You both from Holland. Yeah, hello. Show him. Ja, dit is een website van een Nederlandse bank. Een Oostenrijkse inlog, dat zorgen wij voor dat ze een foutmelding op het scherm krijgen. Dan gaan ze binnen een half uur, een uur gaan ze bellen. Wat ga je binnen Nou, het hangt een beetje vanaf hoeveel mensen op de rekening hebben staan. Yeah, ik denk gemiddeld €500 Perfect. Per gesprek. Okay. Dank u wel. Twee dagen gebeld in een gebam hier. Het is ongeveer patiënt vervangen, geloof ik. En het mooie is, er wordt gewoon niet gevraagd naar waar het vandaan komt. Er bestaat hier niet zoiets als zwart geld. Het is gewoon allemaal groen geld. €40, €50, €60, €70, €80, €90. Ik denk dat ik het doorvoer.